Hartelijk welkom bij deze speciale aflevering. We hebben maar een paar onderwerpen voor u. Straks besteden we aandacht aan een erg gevoelig item. Maar nu eerst een bezoek aan Paleis Noordeinde. Het publiek is welkom in het Paleis Noordeinde. Hoe bijzonder is dat? Ja, het is in die zin heel bijzonder als dat Koninklijk Paleis Noordeinde is het werkpaleis van de koning. Het is een van de drie ter beschikking gestelde paleizen. En terwijl Amsterdam het ontvangstpaleis is en daar dus het hele jaar eigenlijk gelegenheid is om het publiek te ontvangen, werkt hier de dienst van het Koninklijk Huis aan de ondersteuning van de koning in de uitoefening van zijn ambt. En dat maakt het ontzettend lastig om tussendoor publiek te ontvangen. Nu kunnen we dat wel doen, dus daar zijn we heel blij mee. En extra blij omdat we nu 2 jaar lang door corona in de zomer geen publiek konden ontvangen. Het was gewoon niet veilig. En nu kan het weer, dus daar word je natuurlijk nog blij. Wat voor werk is er allemaal verzet, zodat er bezoekers uiteindelijk kunnen komen? We hebben wat hopelijk terughoudende ingrepen gedaan om het erfgoed te beschermen. Dus we hebben tapijten beschermd, we hebben gordijnen beschermd, we hebben hier en daar perspex opgezet. Maar het belangrijkste is misschien dat wij een routing hebben uitgestippeld door middel van paaltjes. Waardoor wel een mooie rondgang, een representatieve indruk gegeven kan worden, maar waardoor niet alle historische vertrekken te zwaar belast worden door het bezoek. Dit is het werkpaleis van de koning. Wat doet hij hier zoal? Ja, de koning heeft zijn werkkamer hier, de koningin ook. En hij bijvoorbeeld iedere maandag is de secretarievergadering waarin gekeken wordt naar de agenda's van de principalen. Waar gaan ze naartoe? Welke bezoeken brengen ze? Wat gaan ze openen? Waar besteden ze aandacht aan? Op woensdag worden geloofsbrieven aangeboden door ambassadeurs die hun land in Nederland vertegenwoordigen. Er zijn ontvangsten, bijvoorbeeld de uitblinkerslunches en bijvoorbeeld de Olympische sporters worden hier ontvangen. Dit jaar was er ook de bordesscène hier. Eigenlijk een enorme variëteit van activiteiten die hier plaatsvindt. Thank you.
Wat zijn zo de bijzonderheden die hier te zien zijn? Nou, ik vind het eigenlijk mooi dat het paleis echt kan verrassen. Want aan de ene kant heb je ruimtes die zijn zoals je verwacht in een paleis. Misschien hoort deze ruimte wel een beetje erbij. Maar aan de andere kant, op de begane grond, krijg je ook een inkijk in de Indische zaal. En dat verwacht je hier werkelijk niet. Dus bijvoorbeeld die twee contrasten, daarvan denk ik eigenlijk dat het bijzonderste van dit paleis is. Ja, de medewerkers komen ook aan het woord in de audiotour. Dus sommigen vertellen hun verhaal ook vanuit hun werkplek. Dus de bezoeker wordt ook meegenomen achter de schermen op die manier. Dus dat is heel mooi. We zien bijvoorbeeld in de grote balzaal ook een gedekte tafel. We zien de verschillende livreien die verschillende functies aan het hof dragen. Bij verschillende gelegenheden. Dus ja, er komt wel het een en ander terug. En de bezoeker krijgt denk ik een mooie inkijk. Ik sta hier bij de stalmeester. Wat houdt dat precies in? De stalmeester van Zijne Majesteit de Koning is verantwoordelijk voor het transport, het vervoer van leden van het Koninklijk Huis. Voor evenementen,
voor staatsbezoeken. Maar ook voor de dienst van het Koninklijk Huis en de hofhouding. Maar ook voor het transport van goederen en van andere zaken die de ondersteuning van het staatshoofd vragen. Het is meer dan een paard. Dat lijkt er nu wel heel erg op. Maar paard was vroeger een hele belangrijke, bijna het belangrijkste. En tegenwoordig is het eigenlijk meer een soort logistiek manager. Verantwoordelijk voor al het vervoer. En één van die dingen is paarden. En één van de dingen die je heel vaak ziet, is natuurlijk paardrijden met Prinsjesdag. Maar het transport van leden van het Koninklijk Huis, ook materieel, het ondersteunen bij inkomende staatsbezoeken of diners, al dat soort zaken doen wij. Dus het is meer, ik zou bijna zeggen, een logistiek managerfunctie dan alleen maar de paarden. Wat ook een hele mooie bijkomstigheid is, maar het is maar een onderdeel. Dat doen we met auto's, maar dat kan ook met de Koninklijke Bus, bij Koningsdag bijvoorbeeld. Of het vliegtuig, de coördinatie daarvan vindt ook hier plaats. Maar uiteraard ook met koetsen en paarden tijdens bijvoorbeeld Prinsjesdag. En die coördinatie en die verantwoordelijkheid die ligt bij het staldepartement en bij mij. En hoe meer je oefent, hoe meer je het gevoel krijgt hoe met een paard is. Hoe meer je ook vertrouwen hebt, hoe meer het paard jou vertrouwt, want dat is natuurlijk wel een je kunt dat nooit zeggen, want het is geen robot, maar je kunt wel het gevoel krijgen van dit klopt, dit zit er. Dat vindt hij ook. Zijn paarden hier populair in Den Haag? Nou, zeker natuurlijk nu, en heel veel toeristen lopen natuurlijk weer door Den Haag. En die kijken natuurlijk in ogen uit dat er allerlei mensen, het zij met koetsen, het zij gewoon als rijpaard door Den Haag. Dus dat wordt wel heel erg gewaardeerd. Het is natuurlijk een heel interessant bedrijf. Het is met fantastische werknemers, allemaal professionele werknemers die hun vak verstaan, vakmensen. En om daar een leiding aan te geven, als logistiek manager, om het zo te zeggen, is een hele mooie uitdaging. En u bent dan ook verantwoordelijk voor die koetsen die rondrijden met de post en met de ambassadeurs en dergelijke? Ja, het aanbieden van geloofsbrieven, waarschijnlijk twee keer in de maand op een woensdagochtend. Dat vindt ook plaats onder onze verantwoordelijkheid. En dan gaat de ambassadeur in een gala berline van de ambassade naar Paleis Noordeinde en biedt daar de koning geloofsbrieven aan. We zijn een van de weinige landen nog die dat ook doen. Dat weten die ambassadeurs ook wel. Ze zijn in Nederland voor de geroepen, dan weten ze in ieder geval, we gaan met de koets. Doen de Engelsen dat ook niet bijvoorbeeld? Engelsen doen dat echt niet. Nee, er zijn vier koningshuizen. Engeland, Nederland, Denemarken en ik ben niet een environmentalist. Ik doe dit omdat ik een deel van de oplossing wil zijn en niet van het probleem. Want alles wat ik tegenkwam, nam ik mee in een plastic zak, gooi ik het weg en ging weer verder. Dit is Roei, een echte afvalaanpakker. Hij houdt van Den Haag en natuurlijk ook een schoon Den Haag. Daarom ruimt hij zwerfafval op tijdens het hardlopen, fietsen of suppen. Ik ben een goede waarde, ik ben 46 jaar oud. Ik ben ook bekend als Haagse plogger. Plogging is een combinatie van sporten en zwerfafval oprapen. Ik ben vorig jaar begonnen met plogging tijdens een van de lockdowns. En ik begon voornamelijk met mondkapjes, want die lagen overal, die vielen echt op. Plogging is heel breed, dus je kan het doen tijdens hardlopen of op de fiets. Of tijdens een wandeling met je hond, als je boodschappen gaat doen. Ik hou van plogging omdat 1, je bent lekker fysiek bezig, je bent buiten.
En je zorgt ook voor dat je omgeving schoon wordt. Alles wat op straat of in de natuur belandt, komt vroeg of laat terecht in het water. Dit is een groot probleem. Hier valt het namelijk uiteen in microplastic. En dat is slecht voor mens, dier en milieu. Omdat veel van het afval in het water belandt, is Roei ook begonnen met suppen. Als je een half uurtje bezig bent met suppen, dan heb je al gauw een volle vuilniszak. Als ik nou dit schoonmaak, binnen 2 uur de licht weer. Want het blaast op of mensen die gooien het gewoon in het water. Je denkt, iets is weg. Vuilnis is nooit weg. En dat blijft voor honderden jaren. Mondkapjes duurt bijvoorbeeld 350 jaar om een mondkapje af te breken. En dat is bizar. Wat zullen archeologen in de toekomst denken van ons? Hè? Als we gaan graven, 600 jaren, dat was geen plastic. En we komen alleen maar kleescherven tegen. En tegenwoordig komen we alleen maar blikjes en plastic zakken tegen. Ze zullen niet heel trots zijn op ons. Lijkt het jou leuk om te gaan ploggen? Hier een paar tips van Roei. Ja, zorg dat je niet lange afstanden doet, want het is heel, heel intensief. Je bent bezig met squats, met lunges, je werkt het hele lichaam. En hou het gewoon kort vooral. Maak geen marathons van. Let op je omgeving, let op het verkeer. Maak een praatje met mensen. Het zal gewoon een wereld voor je opengaan als je begint met ploggen. De feedback dat je krijgt, de reacties dat je krijgt zijn heel positief. Morgen wil je weer gaan ploggen. Niet omdat het weer vies is, maar je wil dat bewustwording creëren. En dat is mooi, hè? Als je naar mensen kijkt en je ziet dat ze heel trots zijn op jou. En dat gaan ze ook doen met de kinderen. Dan denk je, nou, dan ben je goed bezig. Samen houden we Den Haag schoon. Doe je mee? Dames en heren, ja, mag ik even? Deze twee onschuldig uitziende mensen hebben zojuist aan meekijken terwijl ik mijn pincode intoetste. Ja, ga er maar vandoor. Ja. En vervolgens hadden ze mijn portemonnee gestolen en mijn hele rekening leeggehaald. En wie denk je dat de makkelijkste slachtoffers zijn? Wij, mensen op leeftijd. Maar we pikken het niet langer. We laten ons toch niet zomaar beroven? Die criminelen zijn met velen, maar wij 50-plussers zijn met meer. Zo is het. Ja. Scherm daarom bij het pinnen altijd uw pincode af. En wordt er wel over uw schouder meegegluurd, stop dan onmiddellijk. Voor meer tips, kijk op maakhetzenietemakkelijk.nl. Ken je mij nog van wat zou verzinnen? Laat ze niet binnen. Ze hebben nou weer wat nieuws. Ze proberen ook via uw computer binnen te komen. Dan zeggen ze bijvoorbeeld in Engels van... You have problems with the computer. Maar je hebt helemaal geen problems met de computer. Dus doe geen moeite om Engels te gaan spreken. Je moet gewoon de verbinding verbreken. Wat ze ook zeggen, wat ze ook doen, niet op reageren. Nooit, nooit doen. Onthouden, nooit doen. Aandacht voor een helaas verzwegen taboe. Wereldwijd en door de eeuwen heen zijn er altijd mensen of instanties geweest die al dan niet goed bedoeld zich hebben bemoeid met ongehuwde moeders en hun kinderen. Hallo, ik ben een van de 15.000 kinderen die tussen 1950 en 1984 gedwongen is afgestaan voor adoptie. De overheid heeft de rol onderzocht van de betrokken instanties, de hulpverlening en de familie. In mijn geval is mijn biologische moeder van mij bevallen in een klooster. En zonder dat ik vastgehouden ben of op de buik gelegd, is zij weer naar haar eigen huis gegaan. En ik bleef tot 9 maanden in het klooster. Mijn biologische ouders ken ik niet. En heb ik ook nooit gezien. En via een advertentie kwam ik met 9 maanden terecht in een zeer dysfunctioneel gezin in Den Haag. En nu komt het eerste gedicht, bestaansrecht. Wie geeft je bestaansrecht als je bent weggegeven? Ja, wie doet dat dan? Geef je het jezelf? En hoe oud moet je dan zijn? Of krijg je het van degene waar je dan bent in de instelling? En hoe is je hechting dan? En is er al trauma? Of liefde? Of is er helemaal niets? En hoe groei je dan op zonder te weten wat normaal is? En zonder te weten hoe het voelt als er van je gehouden wordt? En mag je er dan zijn?
Nee, dan maak je je heel groot en kan je alles zelf. En heb je echt niemand nodig. En zo sta je in het leven. Dan begint mijn zoektocht naar normaal en erbij horen. Mezelf heb ik diep verstopt achter maskers en overlevingsstrategieën. Het verhaal is al helemaal verstopt. Ik weet nog heel goed, ik zat op de lagere school en ik kwam bij vriendinnetjes thuis. En daar kwam ik erachter hoe het ook kon. Dus dat werd een soort leidraad in mijn leven. Dat gevoel dan, wat ik daar voelde. Toen ik wat ouder werd, vond ik het normaal en dat ik wist hoe het wel of niet moest in libelles. Dus het gevoel ook wat ik daarbij kreeg, ging ik ook volgen. Dan komen we bij het volgende gedicht. En dat gedicht heet Verhaal. Een niet verteld verhaal heeft nog geen woorden. Het ligt nog in de kelder en leidt een eigen leven. Het is nog ondergronds en kruipt onder de huid. Het zweert, is nog dood en verstild. Het niet vertelde verhaal schreeuwt om woorden en wacht om verteld te worden. De invloed van dit begin heeft een enorme invloed op alle aspecten in mijn leven. Mijn fascinatie voor het gedrag van mensen is dan ook al vroeg begonnen. Ik heb vele opleidingen op dat gebied gedaan. Van maatschappelijk werk, coach, psycholoog. En nog steeds volg ik de laatste ontwikkeling. En eigenlijk alleen maar dat ik weet hoe ik zelf met dingen moet omgaan. Maar ook om het aan andere mensen te leren. En dit heb ik op diverse manieren gedaan. In de vorm van opvoedadvies geven. Mensen die rouwen, mensen die uit elkaar gaan. En al gauw kom ik er ook achter dat praten alleen niet helpt. Op een gegeven moment gaan trauma's of wonden, die gaan in het lijf zitten. Of in de DNA van de hersenen. En dan komen we bij het volgende gedicht. En dat gedicht heet Mantel. Het verleden is als een mantel die zwaar op mijn schouders rust. Ik moet hem aan, weer of geen weer. Er is geen verleden tijd. Het is hier, het is nu. De tijd is gevangen in dit nu. Ik wil mijn lijf bevrijden uit de gevangenis van de tijd. Om als het ware een frisse wind binnen te kunnen laten. Om diep te kunnen ademen. Om meer vreugde, lichtheid en plezier te kunnen voelen. Nou ja, zoals je misschien wel kan begrijpen, zijn relaties echt wel een regelrechte ramp in mijn leven geweest. Zonder hechting, ik had nooit gedacht dat dat zo was, is het ook heel moeilijk om in relaties te zijn. Ik raakte verstrikt in relaties van aantrekken en afstoten. De ene keer zat ik aan de kant van de verlatingsangst, de andere keer aan de kant van de bindingsangst. Totdat ik er op een gegeven moment achter kwam, ik weet het moment nog zo goed, ik had net een huis gekocht, ongezien. Ik stond voor de spiegel en ik dacht, ik kan niet langer de mannen de schuld geven. Ik heb hier zelf ook wat in te doen. En via via kwam ik het boek tegen van Robin Norwood, of de boeken eigenlijk, van vrouwen die te veel lief hebben. En ja, ik ben op weg gegaan met die boeken. Eerst. Maar dat heeft toch eigenlijk wel een jaar geduurd, als ik eerlijk ben. Want het boek zei zoveel over mij, dat ik het eerst nog een poosje heb weggegooid. Dan komen we bij het volgende gedicht. En dat heet Hart. Hart. Het hart is op zoveel plaatsen gebroken, dat het niets meer te geven heeft. Het hart is versteend en kan zelfs niet meer huilen. Slechts tranen, uitsluitend tranen kunnen het ijs doen smelten. Want tranen geven water aan bloemen van geluk. Nou, zoals je misschien wel snapt, heb ik het leven vooruit geleefd en achteraf begrepen. Ik
heb veel neergezet in het leven. Veel opleidingen gedaan. 4 zonen grotendeels alleen grootgebracht. Die alle hebben gestudeerd en goed terecht zijn gekomen. Alles wat ik tegenkwam hierin heb ik gebruikt om naar binnen te gaan. Om te weten hoe ik daarmee om moest gaan eigenlijk. Stapje voor stapje heb ik ook geleerd om zichtbaar te worden in wie ik zelf ben. En het is een leven geworden van geen leven aan de oppervlakte. Maar kennis gemaakt, wel of niet noodgedwongen, met de diepere lagen van het leven. En nu komt dan het laatste gedicht en dat heet De Bodem. Ik ben afgedaald naar de bodem. De bodem die reeds ontstond bij het begin. Ik zie hoe het is gegaan. Ik zie welke maskers ik heb gebruikt. Ik was een dolende ziel, zwevend en zwervend op aarde. Niet geaard en hoog boven alles verheven. Behoeftes en verlangens dienen zich aan en willen worden vervuld. Eén voor één rukte ik mijn maskers af. Wat een weg, wat een mooi proces. Komend in mijn lijf, aardend in dit leven. Aanvaarden en accepteren dat het zo is gegaan. Mijn plek op aarde, zo lang gewist, zo lang op zoek. Het hoeft niet langer, het was er altijd al, mijn plek. Ik buig voor mijn verleden en buig voor het heden. Dankbaar voor dit leven. Het laatste toegiftgedicht heet Gedragen. Een leven van pieken en diepe dalen, schurend aan het bestaan, werd zij toch gedragen door onzichtbare handen. Liefde op de achtergrond in de moederschoot. Maar daar leefde zij niet. Zij was verbonden met haar overlever, haar hoofd. En zij had geen benul dat ze werd gedragen door het bestaan. Najaar, herfst in de stad. Ik houd van de herfst het doorlopend geritsel. Hoe staalblauw en bladgoud het beeld domineren. Het stille betrekken van luchten en stemming. De naamloze huivering van glimmende straten. Het verlaten hunkeren van warme vertrekken. Waarna men verregend terug wil keren. Dit was het weer voor nu. Graag tot de volgende week.